Het waren zenuwslopende momenten voor Karin Lammers, de vrouw van bondscoach Mark. Nou, dan ben ik in die hoek. Ze beleefde 8 jaar lang alle ups en downs van haar man mee. Vandaag in de Olympische finale tegen China was het de ontlading. De ontlading van een intensieve periode. Samen op de tribune krijgt ze met schoonvader Peter Lammers en schoonzus Linda Lammers iets heel moois terug voor alle offers. Zus van de bondscoach, hoeveel bloed, zweet en tranen gaan er vooraf aan zo'n medaille? Heel erg veel. Heel veel gewerkt, ook van de familie, gezin en alles. Maar ik ben zo blij mee. Echt heel blij. Had Mark erop gerekend? Nou, daar durfde hij zich niet over uit te laten. Want mijn verwachtingen waren zo hoog, dat het gewoon heel moeilijk is om dat te evenaren. Het is gewoon zo moeilijk, het evenaren niet, maar om aan die verwachting te voldoen is gewoon ontzettend moeilijk. Ook omdat het ook van je verwacht wordt. Ja. En de spanning is natuurlijk altijd aanwezig. Maar voor het toernooi belde ik hem nog op. Was op 8 augustus belde ik hem op, Joost, met je. Hij zei, ik moet gewoon beginnen. En tot gisteren, vanmorgen eigenlijk nog, was hij nog steeds heel rustig. Natuurlijk ben ik heel erg trots op hem. En hij heeft wel verdiend. Hij heeft er zo hard voor gewerkt. Ik weet wat hij allemaal ervoor heeft moeten doen eigenlijk. Voor moeten laten. 12 jaar lang heeft hij zijn vrouw en zijn kinderen eigenlijk met de vakantietijd niet meer kunnen plezieren eigenlijk. En, dus ik ben zo blij dat het afsluitend nu dat hij het gehaald heeft. En vooral voor hem eigenlijk. Geloofde u er de hele tijd in? Ja, maar ja, je hebt altijd weer. Vorige keer de Olympische Spelen geloofde ik er ook in. En sindsdien heb je altijd weer iets van, het zal toch weer niet misgaan eigenlijk. Maar ik heb wel meer vertrouwen dan 4 jaar geleden, daar ben ik eerlijk in. Het is historisch, hè? Na 24 jaar. Ja, ja, heel fijn. Dat kan alleen maar een echte Lammers, of niet? Ja, ja, dat hebben we opbouwen, ja. Mevrouw Lammers, ja, wat betekent dit voor Mark en ook voor u? Heel veel. Vooral na Athene en de deceptie van toen. En dan kun je alleen maar hopen, maar ze hebben het goed gedaan. Dit is een mooiste afsluiting die je maar kan wensen. Wat heeft u er 4 jaar lang voor over moeten hebben? U ook? Veel. Maar met liefde en plezier. En als dit dan het kroon op je werk is, dan ben ik alleen maar heel blij dat je het hebt mogen doen. Ja, hoe beleeft Mark dit? Ik denk, ten eerste is het natuurlijk dolgelukkig, maar ik had wel het gevoel dat hij alle vertrouwen had dat het ook zo zou zijn gebeuren. En vooral naar de pool, hè. Hij maakt zich meer zorgen om de pool dan om het vervolg. En ze spelen gewoon goed en het is gewoon fantastisch. Is er al oogcontact geweest? Ja, we hebben al een paar keer zo en zo. En, hij wist waar ik zat, dus ik ben even naar beneden gegaan en het is goed. Is hij emotioneel nu, Mark? Ik denk dat dat er wel nog uitkomt, ja. Maar ik denk dat hij geleerd heeft om het wat te balanceren, maar dat komt nog wel. En ik denk vooral thuis dadelijk. Mooi certificaat. Die wordt heel mooi in een gouden lijstje, komt hier thuis te hangen.